extra weefvlog. Wij hebben deze week een extra weefvlog gemaakt, want volgens het KNMI krijgen wij te maken met een hittegolf. Dus wij gaan jullie allemaal tips geven hoe je deze hittegolf doorkomt met je viervoeter. Zoals je naast mij ziet staan, hebben wij allemaal leuke spulletjes gehaald om voor de hondjes, zodat het zorgt voor een goede afkoeling. We hebben een zwembadje, we hebben een iets lager zwembadje, een soort kleedje. We hebben een koelmat, een speeltje en natuurlijk niet vergeten de ijsjes. Dus daar ga ik jullie allemaal uitleg over geven in deze extra weekvlog. Hey Kiki! Ja! Wij gaan beginnen met de dog swimmingpool. Hoe leuk is het als je hondje gaat zwemmen? Nou, hoe doe ik het met mijn hondjes? Ik heb het al mijn hondjes geleerd en ze gaan allemaal zwemmen. En eigenlijk vinden ze het allemaal geweldig, zodra ze merken dat ze ook afkoelen. In het begin doe ik eigenlijk een klein beetje water erin. Ik ga hem niet helemaal vol doen. Of ik ga er zelf in staan, zodat ze naar me toe komen. Of je kan ze snoepjes geven, gooi je een snoepje in het water. En soms gaan ze dan ook wat pakken. Maar ik zou het altijd wel voorzichtig opbouwen. Want het zou zonde zijn als je hondje bang wordt om in het water te gaan. Want wij vinden het zelf natuurlijk ook heerlijk om af te koelen in het water. En zodra de hondjes het door hebben dat ze afkoelen, vinden ze het ook heel leuk om te gaan zwemmen. Dit zwembadje is super handig. Wij hebben een maatje M. Wij hebben natuurlijk meerdere hondjes. Dus nu kunnen ze er allemaal in. En af en toe gaat Sarah daar ook in. Vindt ze ook leuk. Er zit een anti-slipmat in. Dus de honden glijden niet uit. Ze kunnen er veilig in zwemmen. Ze kunnen zich ook niet beseren. Dat is ook super goed. Je kan hem ook makkelijk weer opruimen, invouwen. En dan voor het vervolgende zomer bewaren. Want hoe leuk is het nou nu, nu we toch met z'n allen thuis de zomer gaan vieren, dat je hondje lekker kan afkoelen tijdens deze warme dagen. Wij gaan nu naar de koelmat. Wij hebben deze speciale koelmat. Waarom laat ik jullie deze koelmat zien? Omdat het eigenlijk heel belangrijk is om in huis te hebben. De functie van de koelmat, die zorgt voor een verkoeling voor je hond. Want je hond die hijgt natuurlijk om de warmte kwijt te raken via de pootjes. Maar hij zweet niet. En we willen natuurlijk nooit dat je hondje overhit raakt. En zodra je hondje op deze koelmat ligt, dan verkoelt hij gelijk af door de gel die erin zit. Dat is super handig natuurlijk. Zodra hij er van af gaat, dan laat hij gelijk weer op. En zodra hij er weer op gaat liggen, dan verkoelt hij weer gelijk. Je kan ook de koelmat meenemen als je in de auto gaat. Je kan hem in een transportbox doen. Je kan hem in je beens doen. Je kan hem op verschillende plekken in je huis neerleggen. Dus zorg altijd dat je een koelmat in huis hebt. Vooral ook in de auto is het natuurlijk zo warm. Ook al hebben we natuurlijk een airco. Hoe fijn is het als je hond gewoon afkoelt en rustig mee kan in de auto. Zonder dat jij je zorgen maakt. Dan gaan wij naar deze splashpool. Hoe leuk is deze splashpool? Het is een soort matje eigenlijk. Er zit geen hoge rand op. Sommige hondjes vinden natuurlijk van een zwembad vinden ze het een beetje spannend als er een hoge rand zit om er zelf in te gaan. Nou, daardoor hebben ze deze splashpool gemaakt. Super handig, super leuk. Je kan je tuinslang erop aansluiten. Daardoor komt uit de rand komen er allemaal sproeiers. Dat zorgt voor de optimale verkoeling van je hond. Je hond raakt niet overhit. Dus hoe leuk is deze band? Heel leuk. Dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen. Ik heb hier nog een leuk speeltje voor de hondjes. Hier kan je water in doen en dan kan je hem in de vriezer leggen. Daarna kunnen de hondjes er heel leuk mee spelen, langdurig ook. Want tussendoor smelt het ijs natuurlijk heel langzaam. En zo verkoelen ze natuurlijk ook af. Dit vinden ze echt geweldig. Dit is ook wat zachter, dus daar kunnen ze ook in bijten met de tandjes. Dit is wel wat harder. Dus die zijn er blij mee. En dan natuurlijk niet te vergeten de snoepijsjes. Hoe leuk zijn deze hondeneisjes? Dit is eigenlijk de eerste zomer dat ik deze hondeneisjes heb gevonden. Wij zijn er super blij mee. De hondjes vinden het echt super lekker. Sarah vindt het ook lekker. Die neemt er ook altijd een hapje van. Dus eigenlijk met deze warme dagen krijgen ze allemaal een ijsje of een half ijsje. En dat delen ze allemaal met elkaar. Dus daar zijn wij super blij mee. Dan heb ik alleen nog één tip. Ik heb jullie nu allemaal speeltjes laten zien wat ik eigenlijk gebruik voor onze hondjes om deze warme dagen door te komen. Wat ook nog een tip is, probeer als het zeg maar op het warmste van de dag, dat is meestal tussen 12 en 3, dat je dan niet zoveel met je hondje naar buiten gaat. Vooral de tegels is echt heel warm voor de voetzooltjes voor de hondjes. Dus probeer dat niet te doen met de hondjes. Laat ze lekker binnen of ga lekker op het gras. En zorg in ieder geval dat ze genoeg verkoeling hebben. En dan komen jullie de warme dagen wel door, hè Marta? Ja, kusjes, ja! We zijn alweer aan het einde gekomen van deze extra weekvlog. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog hebben gevonden.
Stel, er zijn nog wat vraagjes. Laat het hieronder weten en dan ga ik erop reageren voor jullie. En wij wensen jullie allemaal heel veel plezier met deze warme dagen. Doei!